we moeten het over die 41 bedrijven hebben. Nu blijkt plotseling dat 25 bedrijven misschien toch een vergunning hebben gekregen, al zouden ze op de rode lijst staan van het agentschap Natuur en Bos. En dan kijkt men naar de Boerenbond. De Boerenbond heeft gelobbyd, of nog erger, om eigenlijk een situatie recht te zetten die niet helemaal kosher was. Wel, voor alle duidelijkheid, wij zijn een belangenorganisatie. Het eerste waar wij mee bezig zijn, is de belangen van onze sectoren verdedigen en van onze individuele leden. En daarover spreken wij met de politiek, maar ook met de administraties. Dat is niet alleen het agentschap Natuur en Bos, dat zijn ook andere administraties. Dus het kan zijn dat er mails naar de administratie vertrokken zijn nu? Uiteraard. Net gelijk andere belangenorganisaties in overleg gaan met administraties over concrete cases, om met objectieve argumenten inderdaad proberen om u gelijk te halen. Het is uiteindelijk aan het agentschap en aan de administratie om een objectief advies te formuleren. En als de minister daaraan twijfelt, dan is het dan volste recht om daar een audit over te laten doen. U twijfelt er met andere woorden niet aan. Er is niks fout gelopen met die mails vanuit de Boerenbond naar de administratie? Daar zijn altijd mails verstuurd. In alle jaren zijn er mails verstuurd. De ene keer zal het misschien over stikstof geweest zijn, de andere keer over andere zaken. Wij overleggen met alle mogelijke administraties. Wat denk ik ook ons volste recht en zelfs onze taak is als belangenverdediging, wat alle andere belangenorganisaties ook doen. Ja, nu de bevoegde minister, zoals Demir, gelooft u duidelijk niet en zegt, nu hebt u een audit aan uw broek, we gaan het tot op het bot uitspitten, hè? De gekende uitdrukking. Nee, wij hebben geen audit aan ons broek. Het agentschap van de minister, het agentschap Natuur en Bos heeft... Maar u zal er mee betrokken zitten natuurlijk. Ik ga ervan uit dat een doorlichting is over het functioneren van het agentschap. Dat is waar een audit voor staat.